Nee, er gaan heel veel. Weet je wat er gerotteld wordt in Amsterdam? Jij bent echt het bewijs ervan. Dat Kay en Claire en Vivi en ik niet echt vriendinnen zijn. Alleen voor Instagram. Is toch ook zo? Hey guys, welkom bij... Hey guys, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag, het is super warm. Ik heb net al mijn spullen ingepakt die meegaan voor de klassenzeel. En die ga ik naar kantoor brengen en dan gaan we alles even labelen. En that's it. Wij zijn op kantoor aangekomen en dit gaat allemaal naar de klassenzeel. En dit en dit. Ik ben benieuwd hoeveel ik overhaal. Jullie gaan het morgen zien. En er kwam net een pakketje binnen van Grunge Glasses met twee zonnebrillen. Echt super leuk. Ik zal ze even opdoen. Deze. En deze. Deze. Zo zit die pand. Ik vind deze echt heel leuk trouwens. Heel leuk. Net zo goed. En deze. Lekker knalroos. Die neem ik mee naar Parijs volgende week. Die zit zo. Olivia die is mij opkomen halen op kantoor. En die zit helemaal onder de modder. Ja. Ja. Je hebt zo'n leuke dag gehad hè, op de crèche. Modderdag was het. Dus we gaan naar huis en lekker in bad en pizza eten. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en we hebben het busje ingeladen met alle kleding voor de klassenzeel. En we gaan nu naar het hotel. En het is super lekker weer vandaag. Oké, even een kleine update. Ik zit nu in de hotelkamer. En we hebben net 4 uur lang alles staan hangen en staan uitpakken. En het is helemaal klaar, dus ik zal het boven even snel laten zien zometeen. Ik kan gewoon niet geloven dat 4 mensen zoveel kleding kunnen verkopen. Dus ik ben heel echt super benieuwd of iedereen het leuk vindt en wat mensen gaan kopen en zo. Oh my god, ik kom net thuis naar de klassenzeel. En het was echt super leuk en ik heb heel veel van jullie ontmoet en dat was echt mega leuk en leuk om iedereen te zien. Het was alleen super warm buiten en we hebben geprobeerd om water naar buiten te brengen en snoepjes naar buiten te brengen voor iedereen die in de rij stond. Want ik denk dat er ja, zeker 700 mensen op een gegeven moment waren. Dus heel veel zijn ook weggegaan, wat ik ook snap. En sorry daarvoor, we hadden wel verwacht dat er veel mensen zouden komen, maar niet zoveel. Dus we gaan binnenkort een nieuwe klassenzeel doen en dan gaan we het in een veel grotere locatie doen. Dat er gewoon per keer veel meer mensen naar binnen kunnen. Maar goed, ik hoop dat jullie het allemaal leuk vonden en dat wilde ik zeggen. Ik heb weinig kunnen vloggen, want ik heb alleen maar staan werken. En we gaan nu met z'n allen uit eten, met iedereen die geholpen heeft. Dus ik zie jullie zo. Wij zijn lekker aan het eten. Nou, lekker. Lekker, lekker, dat moeten we nog even weten. Goedemorgen, het is zondag en het is super lekker weer. Gisteren was het heel gezellig. We hebben bij ons thuis nog gekletst tot 3 uur 's nachts, dus we zijn best laat gaan slapen. En nu gaan Bibi, Sander, ik en Olivia lekker naar het park. En we hebben allemaal lekkere snacks net gehad bij de Albert Heijn. En gaan we lekker een paar uur in het park zitten. Oké, guys, ik lig in bed en ik bedenk me dus net dat ik de hele dag gewoon niet gevlogd heb. Super stom. Maar wat hebben we gedaan, Sam? We zijn naar het park geweest met Olivia. Dat was heel leuk. En Olivia had daarna met ons buurjongen buiten gespeeld. Dat was echt super schattig. En ik heb gekookt. Tenminste, ik had niet echt koken noemen. Ik heb pita, shawarma. We hebben het al samen gekookt. Gemaakt. Ja. Maar we hebben gewoon wat bij elkaar gegooid. Eigenlijk. Toch? Ja. Ja, en nu gaan we lekker slapen. En ik ga Modern Family kijken. Wil je meekijken of ga je iets anders kijken? Ik ga Tom Dumoulin's finish nog een keer kijken. Sander kijkt naar het wielrennen. En ik niet. Dus dat gaan we doen. En ik ga lekker slapen. En morgenochtend ga ik naar de kapper. Dus ik zie jullie morgenochtend gezellig. Goedemorgen. Het is maandagochtend. En we zijn nog best wel wakker. Want het onweer keihard. En Bibi kwam gezellig bij ons. Toen Olivia ook in bed. En ik ga naar de kapper. Even mijn haar weer wat lichter doen. En mijn extensions even goed doen. En daarna ga ik naar Knap voor de spray tan. Ik ben bij de kapper, zoals jullie zien. En ik ben nu een color shine aan het doen. Dus ik zit in de warmte en dan gaat mijn haar weer glanzen. Want mijn haar was super droog geworden van al het verven en al het stylen en krullen en zo. Alleen we gaan vandaag, we hebben het net ook al geverfd. Dus ik ben heel benieuwd en een beetje zenuwachtig. Want we hebben het echt super, super rond geverfd.
Tenminste, Melissa heeft dat net gedaan. Dus ik ben benieuwd. En het is klaar. Ik zie er nu niet uit, want ik heb geen make-up op. Maar dit is mijn haarkleur geworden. Echt super blond. Maar ik zal zo buiten nog even filmen in het daglicht. En ja. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ik moet er zo vormgeven aan wennen. Ik ga zo even kijken wat ik vanochtend gevlogd heb. Hoe mijn haar toen zat. Dus ja. Ik ben thuis. En ik heb net wat pakketjes gekregen. Van kantoor. Ik ben zo benieuwd wat jullie van mijn haar vinden trouwens. Hey Olivia. Olivia heeft lekker buiten gespeeld. Wat vind je van mijn haar? Hey, vind je het mooi? Holy crap. Sander. Yo. Wat vind je van mijn haar? Blond. Ja, vind je het mooi toch? Ja, ik vind het echt fabulous. Jij gaat echt niet slapen of nou? Toilet. En plus, ik wil dat je je naam verandert. Vanaf nu spreek je Engels met mij. In een zwaar, dik, aangedikt Russisch accent. Oké. Anyways, ja, ik ben er heel blij mee. Ik moet alleen morgen als ik me heb opgemaakt, dan... Hoeft niet schat, hoeft niet op te maken, echt niet. En ik me leuk heb aangekleed. Maar dat doe je alleen voor mij toch? Ja. Voor mij hoef je niet. Dat is gewoon echt niet waar. Vrouwen maken schop voor andere vrouwen. Voor jou zou ik me nooit opmaken. Als ik thuis ben, ik had meteen mijn make-up eraf, knot het maar. Ja, dat klopt. Trainingspak aan. Ja, maar ik bedoel... En dan ga ik de deur uit en dan helemaal... Maar wat voor signaal... Thumbs up als jullie dit ook doen. Thumbs up als jullie dit ook... Wat voor signaal geef je dan aan je vent, weet je wel? Wij krijgen de leftovers, de soort van... The silly remains after a hard day in the fucking urban jungle. Dat is wat wij krijgen. Hopelessly emotional wrecks. Ja. Huilend. Weet je wat ik trouwens nog wil zeggen, jongens? Er gaan dus heel veel roddels. Over... Maar dat is niet waar. Zeker ik ben niet waar. Niet. Vriend geweest. Nee, er gaan heel veel. Weet je wat er heel veel geroddeld wordt in Amsterdam? Jij bent echt het bewijs ervan. Dat Kay en Claire en Vivi en ik niet echt vriendinnen zijn. Alleen voor Instagram. Is toch ook zo? Nee. Nee, maar they love each other. They love each other. Wij spreken elkaar allemaal letterlijk, nou niet eens elke dag, zeg maar 10 keer per dag. Iedereen elkaar. Vive K, ik Claire, Claire K, Vive en ik. We spreken elkaar elke dag. En het is echt, zeg maar, heel af en toe denken we, nou we moeten maar weer een Instagram foto maken. Maar we gaan echt dag en nacht met elkaar om. Jullie kunnen beter een paar kinderen adopteren in een ja, heel huis wonen. Precies, basically dat. Ja, nee, maar dus basically dat. Dan weten jullie dat het een roddel is. Want ik vond het zo raar. Ik heb het nu wel na 10 keer gehoord de afgelopen maand. Van dat mensen zeggen, ja maar jullie zijn echt vriendinnen. Wel dus. Nu ga ik het pakket uitpakken van kantoor. Het eerste pakket is van Dots. Mag ik er nog een pakken? Ja. En... Ik heb een leuke missie. Want er is nog een zonnebril. Nee maar... Zeg je? Ja, ik ben aan het vloggen, maar Sander praat er gewoon lekker doorheen. Godverdomme, nee. Wacht, hou eens vast op mijn handen dat ik hem uitpak. Ja, ik wil uitpakken. Oh, ik dacht mijn handen vastpakken. Lovers! Supermooi, dit is echt leuk. Met Dylan en Sander. Pas op niet. Dylan broek. Heel leuk. Die is een mooie liefje. Ik heb alleen heel opgezet voeten. Wist je dat zij hier poept? Wat zeg je? Als ze moet poepen, dat ze dan daar gaat zitten. Ah, je doet misschien wel zwaar een vaste plek. Ik ga zo wel even verder met unboxen, want Sander is gesproken. Mijn allerlievelingsmaaltijd. Hoe heet deze maaltijd? Noors lievelingsmaaltijd. Je bent de hele vlog flauw, hoe heet het? Ik ben niet flauw. Jawel. Ik had laatst gelezen dat mensen mij echt super grappig vinden. Nee hoor. Dus nu word ik confident. Olivia. Het is toch niet leuk? Gaat vallen, hè, de kratjes? Ga je iemand bellen? Ga je dit nog even vragen? Of Facebook, Instastories doen. Ja. Daar staat het hele... Het hele recept. Staat op Instastories. Ja, maar komt er in ieder geval zalm overheen met een citroen. Alright, you just spoiled it all. Oké, guys, ik zou nog even laten zien wat ik gekocht had. En ik moet zeggen... Dat het licht in mijn kast dingen wel iets anders laat zien. Maar goed, deze jurk heb ik gekocht. Hij is heel erg ongestreken. Maar ik vind hem echt super, 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 super leuk. Zo zit hij. En hij is van Hollister. Maar ik heb hem bij ASOS besteld. Dus ik ga alle linkjes hieronder zetten.
Hij is dus lichtgeel, maar echt zo'n mooie kleur. Ja, dus ik hoop dat als ik de beelden op de computer zie, dat hij de kleur goed heeft opgepikt. En deze ga ik nu inpakken voor Parijs. Dit is de volgende jurk die ik heb gekocht. Hij is lichtroze met deze strikken en hij ziet super leuk. Ik denk dat ik die met mijn Vans of mijn Supergas aan ga doen. En deze was super goedkoop, echt 20 euro of zo volgens mij. En er zitten van die dingetjes op. Dus, die win ik ook. Hij zit echt mega leuk en is echt zo'n jurk waarin als je te veel gegeten hebt, je nog steeds er dun uitziet. Dus dat is top. Dus dit is, wacht, ik ga even kijken, zo kan je de kleur iets beter zien. Dit is het volgende item dat ik heb. Het lijkt een beetje een pyjama blouse, maar ik ga het met hakken aandoen en strak riem. En ik vind deze kleur zo leuk. Ik ben hier echt super blij mee. Zoals ik al zei, alle linkjes en alle items die ik laat zien, post ik hier beneden. Oké, guys, ik heb make-up eraf gehaald en ik ga lekker naar bed. En morgenochtend vroeg gaan we dus naar Parijs. En dan begin ik een nieuwe vlog. Dus ik ga de vlog voor deze week afsluiten. Heel erg bedankt voor het kijken. Als je nog niet gesubscribed bent, doe dat hieronder. En vergeet niet een duimpje omhoog te doen als je deze video leuk vindt.